Hoi, Ka. Hallo. Hoe is het ermee? Goed. Wat ben je allemaal aan het opschrijven? Ik ben een hoop aan het opschrijven. Ah, dat is leuk. Heeft iemand jou iets gevraagd? Ja. In verband met toekomstige evenementen? Ja, klopt. Zeer, zeer zeker. Ah, en wat was op jouw antwoord? Ja! En je hebt er niet over getwijfeld? Nee. Hallo mensen. Nou, dit is mijn aanstaande man. Roderick. Hij is een schatje. Hij is lief. Okay. Nou, wil je een heel leuk een papiertje in eruit halen, schat? Ja, mooi. Bakje. Ja, daar staat het in. Ja. Papiertje. Joepie! Dit kan ik helemaal niet lezen. Zo'n ongelukkig handschrift. Ah, toen kan ik het ineens wel lezen. November 2018. Dat is een leuke maand en een leuk jaartal. 2018. Hahaha, ik ben gemeen hoor. Heel gemeen. Maar je bent nu weer leuk aan het werk. Hè? Je bent nu leuk aan het werk. Ja, nu wel. Nu wel, oké. Je mag hier al wel vast komen zitten hoor. Ja, maar zo kan ik je niet filmen. Oh ja, wel. Zo heb ik mooi licht, zeg maar. Daar gaat het me even om. Ja, oké. Okay. Jou. Hè? Ik heb nu mooi. Nu om. Nou, voor mij gaat het nu even omdat jij er goed op staat. Nu heb ik het bakkie. Je hebt het bakje. Ja. Schat in het bakkie. Precies. Een papiertje. Papiertje. Even kijken wat hier. Kijk. April. Nee. Februari, augustus. Nee, augustus vind ik niet zo geschikt. Jawel. Kan ik dat lezen? Augustus. Nee, augustus is mijn zusjarig. Ja? 7 augustus. Ja, ik ook. En toevallig jij ook. En dat lijkt me dan niet een heel geschikte. Jawel. Dan gaan we even de rollen omdraaien. Naast dat bakje. Bakkie! Nee, ik kan filmen. Ja, dat is goed. Geef mij dat bakje. Nee, het bakje. Er kan niemand zien dat, of iedereen kan zien dat we niet aan. Dit nou weer hele kleine friebeltjes in. Kan iedereen het zien? Nu wel. Dan pik ik er eentje uit met een leuke datum erop. Origineel, hè? Hoe bedoel je origineel? 20. Ja, en welke maand had je ook alweer? Ik had november. Dus, dat wat... Ja? Dan moet ik het even. Ja, laat het op de grond vallen, schat. Ja, ik zie het. Maar we hadden nog steeds de 20. Dus, dat wordt... 20 november 2018. Kan iedereen het zien? Ja. Wel spannend zo. Ja, spannend hè? Ja, spannend wordt ik altijd eng. Ik word er altijd een beetje bang van. Maar goed. Je kunt het gewoon proberen en dan kijken wat het wordt. Jij gaat nu ook een datum trekken, zeker? Ja. Oké, ook de 20ste. Dat kan niet. Ja, dat kan. Doe ja, het kan, gewoon, maar doe ik niet weer terug. Huh? Doe ik niet weer terug. Zo. Even kijken. Dus dan ga ik op 20 augustus trouwen. En ik heb een paar dagen later als jou. Ja. Ah. Augustus. 25 augustus. Goed, ja. Even goed inzoomen. Zoomen. 25. Augustus 2018. Ja. Oké. Okay. En toen? Nou, dan doen we die even zo. Wat, een bandje pakken. Wat ben je aan het uitspoken? Nou. Dat gaan we eens even van dichtbij filmen. Dan moet ik ook even jouw papiertje weer hebben. Dat was dus 20 augustus. Ja. 20 november bedoel je? Ja, ook goed. En ik heb 25 augustus. Ja. Gaan we zo. Gaan we die ook weer vouwen. Mm-hmm. Zo.
En daar wordt dus 1 uitgetrokken. En dat is de beslissende datum, maand en jaar. Nou ja, ja, dat weten we al. En dat mag. Wie gaat dat doen? Dat mag ik doen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus ik wil eigenlijk de camera hebben. Pak ik ondertussen een loontje. Ja. En dat even draaien. Is spannend, spannend, spannend. Dat is natuurlijk jouw datum. Want die heb jij gekozen. Dat wordt dus... Ja, nee, dit is mijn datum. Ja. Nee, het verkeerde. Ik wil jouw datum pakken. Nee. Dus dit wordt de datum. Maar eigenlijk heb jij die datum opgeschreven. Dus het is ook jouw datum. Ja. Dat is gelukkig, want dan kunnen we op dezelfde datum trouwen. Toppie. Dus, mensen, dit lieve wordt mensen, de datum. Lieve mensen. Dit wordt onze datum. Ja, toppie. Zeer zekers. Toppie.